Welkom bij de zelfhulp-update van 30 mei. Vandaag praten wij met Paul van Omme van de BBZ over de dreigende teloorgang van de chartervloot. Klaas, wie heb jij nog? Wie ik heb? Ja. Ik weet niet hoe ze heten, maar ik heb wel een aantal hele leuke kinderen van de zeilschool De Kikkert. En die zijn blij, want die mogen weer gaan varen deze zomer. Dus maar we gaan vooral even luisteren naar Paul van Omme. Precies. Nou, mijn naam is Steffi Plomp en naast mij zit... Klaas Wiersma. Vorige week spraken wij met Volvo Ocean Race schipper Chris Nicholson van Oud-Australië. Hij vertelde ons dat hij een Nederlandse Volvo Ocean Race gaat opstarten. Dat is natuurlijk super mooi nieuws. Dit primeurtje werd ook wereldwijd groot in de media gedeeld. De naam van deze campagne is W, oftewel zoals hij dat in het Engels zegt, W Ocean Racing. Maar de vraag die niet echt beantwoord werd, is waar staat deze W of W nu eigenlijk voor? Klaas, maar dat weet jij toch wel? Ja, ik ben daar ingedoken en heel lastige vraag. Nee hoor, we hebben het even aan Chris gevraagd en die heeft het uitgelegd. Het antwoord is niet zo heel logisch, maar het staat voor het sterrenbeeld. Een sterrenbeeld en het sterrenbeeld Cassiopeia. En met dat sterrenbeeld kun je de Poolster vinden. En de Poolster is de enige ster die stilstaat, dus daar kun je op navigeren. Nou, iedereen kent natuurlijk wel de grote beer, hè, de steelpan. En als je dan het korte eindje doortrekt, dan kom je uit bij een sterretje, dat is de Poolster. Nou, precies aan de andere kant staat een sterrenbeeld in de vorm van een W. En als je dat ding eenmaal ziet, dan vergeet je het nooit meer. Dan kun je, hoe noem je dat nou in het Engels, Steffi? Once you see it, you cannot unsee it. Ja, precies. De W van W Ocean Racing Sailing. Nee, zeg ik het nou goed? W Ocean Racing. Ja, inderdaad, ja. En straks krijgen ze natuurlijk een sponsor. En dan staat er gewoon weer Akzo Nobel of Brunel of Jumbo. Dat het ook mag worden, want dat is allemaal open. We gaan nu naar een veel serieuzer onderwerp. Dat zijn de problemen in de chartervaart, want die boten liggen allemaal stil. Wij hebben hier Paul van Omme, directeur van de Vereniging voor Beroepschartervaart, ook wel de BBZ. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Is het nou Vereniging voor Beroepschartervaart of BBZ? BBZ. Beroepschartervaart is een soort uitleg. Maar jullie vertegenwoordigen in ieder geval de chartervloot en er is nu van alles aan de hand. Er is alle hens aan dek. Want wat is de situatie op het moment? Ja, we liggen stil. We kunnen niet meer varen, want je mag niet met groepen bij elkaar komen. Dus dan is een schip lastig. De zeevloot die zit overal, over de hele wereld. Dus die merkt dat in verschillende landen zijn ze in verschillende stadia van die ontwikkeling van dat virus. Maar het komt hierop neer dat je eigenlijk nergens met zekerheid meer naartoe kunt varen. Dus alles ligt stil, 100%. Iedereen ligt voor de kant. Hoe lang kan dat nog doorgaan? Ja, dat is de sleutelvraag. Mm-hmm. Want er wordt nu van alles, ook door de overheid, met enorme voortvarendheid opgetuigd om ondernemers te blijven helpen. Want ja, als je geen inkomsten hebt uit passagiers, het vervoer van passagiers, dan en vaste lasten lopen door, dan heb je enorme financiële problemen. Mm-hmm. Maar al die maatregelen die zijn erop gericht, zeg maar, om nu eventjes deze eerste klappen op te vangen. Maar als dit nog een jaar doorgaat, of elke maand die het verder doorgaat, komen ondernemers verder en dieper in de problemen. Er zijn heel veel schepen, met name op de binnenvaart, die varen voor boekingskantoren. Dus die zorgen, je bent wel een zelfstandig ondernemer met je schip, maar een deel van de werkzaamheden besteed je uit aan een gespecialiseerde organisatie, een boekingskantoor. Mm-hmm. En die legt contacten met klanten, doet marketing en wat van de financiële afhandeling. Die organisaties die zitten ook in de problemen. Want die moeten al dat geld weer teruggeven aan de passagiers die reizen geboekt hebben via die kantoren. Dus die kantoren die hebben marketing gepleegd, die krijgen daar reacties op. Mm-hmm. Maken reserveringen aan boord van de schepen die zij vertegenwoordigen. Ze ontvangen dat geld en nu gaan die reizen niet door en dan moet al dat geld weer terug. Ja, hetzelfde wat je ziet met veel vakantiereizen op het moment ook. Exact hetzelfde. Ja, we zijn niet uniek in die zin, nee.
En, maar hebben die schepen ondertussen veel kosten? Want ik las iets over certificaten en dat soort dingen. Hoe zit dat? Ja, ze hebben veel kosten. Je hebt natuurlijk je doorlopende verzekeringskosten. Je hebt je onderhoudskosten, lichtgelden, veiligheidskeuringen. En daar zit nog wel een enorm verschil, hoor. In de zeevaart is het een vijfvoud van de controledruk en de certificeringsdruk van de binnenvaart. Dus die kosten zijn ook aanzienlijk hoger. Daar houdt het eigenlijk nooit op, de zorg. Dus er is eigenlijk geen moment dat je kunt zitten en terugvallen en denken van nou, dat gaat niet. Wie kan er wat aan doen? Is het de overheid? Kunnen wij wat doen? Ja, dat ligt aan welke kant waar je de oplossing, wat een oplossing zou kunnen zijn voor ons. Waar we op hopen is, en dat is eigenlijk dan de hulp die we verwachten, of waar we op hopen, is dat dat ietsjes inzakt, die verspreiding van dat virus. En dat er een moment komt waar wij met groepen kunnen gaan varen. In plaats van mensen op 1,5 meter afstand. Want kleine groepjes, daar kunnen wij direct zelf weer mee uit de voeten. En dan kunnen we het zelf doen. Maar als dat er nog niet aan zit te komen, dan hebben we op een andere manier hulp nodig. En dat is misschien ook waar je op doelt. Dan hopen we dat de overheid de generieke maatregelen die ze nu hebben opgetuigd, dat ze die goed ruim toegankelijk houden voor onze leden. En dat ze ook helpen met, en dat is een hele gerichte vraag die we gesteld hebben, om een noodfonds op te stellen om te voorkomen dat die ondernemers die het niet redden, dat die bijgestaan worden om te voorkomen dat hun schepen in een faillissement terechtkomen. Want dat is waar we een grote zorg om hebben. Natuurlijk hebben we zorgen om de ondernemers. Want als die failliet gaan, dan is dat natuurlijk een enorm persoonlijk drama. Je hebt jarenlang in zo'n schip geïnvesteerd. Nou ja, daar kun je van alles bij voorstellen natuurlijk. En als je dan failliet gaat, dan is dat afschuwelijk. Maar we hebben ook zorg voor de schepen zelf. In heel veel gevallen is dat varend erfgoed, of zijn dat schepen die eigenlijk niet vervangbaar zijn. Of als je ze wilt vervangen, als ze een tijd stil hebben gelegen, dan is dat zo kapitaalintensief om zo'n boot weer opnieuw op te starten, dat bijna niet te doen is. Dus we hopen dat de overheid ook met een potje komt, een noodfonds, waar we gebruik van kunnen maken als ondernemers het echt niet meer redden. We zien dat noodfonds ook echt als een noodmiddel, als een iets achter de hand, om te voorkomen dat die schepen verdwijnen. Want met die schepen hebben we ook een soort omvang, waarmee we de periferie, de industriële periferie op de benen kunnen houden. Dus bijvoorbeeld de mastenmakers, de zeilmakers, de Enkhuizen Zeevaartschool, een lobbyorganisatie die zorgt dat de regels erop passen. En op een gegeven moment, als dat verder inzakt, dan bereik je een kritische grens, waardoor je dat allemaal niet meer goed in stand kunt houden. En dan vrezen we dat er toch veel wegkwijnt en zal verdwijnen. En daar zijn we ook bang voor. Zo'n faillissement, dat is natuurlijk inderdaad een persoonlijke drama. Maar zo'n schip, dat kan dan toch weer door een andere schipper worden voortgezet? Nee. Als je op zo'n schip rondloopt en je bedenkt hoeveel tijd en aandacht er nodig was. Je kijkt naar al dat touwwerk, die blokken. Ik woon zelf op een boot. Ik bedoel, ik ben elke vrije dag die ik heb, ben ik aan dek aan het schilderen. Het houdt nooit op. Iedereen die een boot heeft, die weet dat. Ja. Zo'n historisch schip, of wat voor schip dan ook, heeft die constante aandacht nodig. Ja. En wat je op de zeevaart wel ziet, als je met die grote containerschepen of tankers, weet ik wat, dat doen ze in een cold layup, noemen ze dat. Dan leggen ze zo'n schip een half jaar of een jaar ergens in een fjord of in een baartje neer als er geen markt is. Maar om zo'n schip dan weer opnieuw op te starten, dat kost ontzettend veel geld. Maar met zo'n zeilschip gaat dat gewoon niet meer. De hele boel die verrot en verschimmelt. En ze hebben gewoon die aandacht nodig. Sterker nog, je moet ermee varen om constant te kunnen zien en de constante aandacht op de problemen te hebben. Want als het gewoon stil ligt, dan ontgaat je dat. Dus ja. Schepen stil laten liggen. Ja. Dus dat is eigenlijk dan je vraag. Een schip komt in een faillissement terecht, moet door verkocht worden door de crowdfunder of de bank of de schuldeisers. Ja. Er is nu geen markt voor. Dat ding dat gaat niet verkocht worden. Er zit dan geen business meer op. De certificaten die erop zitten gaan verlopen. En dan heb je een schip waar geen aandacht meer aan gegeven is. Dus dat heel snel achteruit is gaan. Dat ding dat is misschien nog maar voor een habbekrats te verkopen.
Mm-hmm. Om hem dan weer op te starten, dan moet je aan nieuwbouw-eisen gaan doen. Die zijn eigenlijk onuitvoerbaar. Dus de technische eisen zijn onuitvoerbaar. Die kapitaalvernietiging is zo immens. Ja. Dat bijna niks meer daar tegenop gewassen is. Weet je, die overheid, het is echt ongekend. De snelheid waarmee ze gehandeld hebben. Mm-hmm. Hoe vaak we gebeld worden van, kunnen we ergens mee helpen? Wat zijn precies jullie problemen? Komen jullie met deze oplossing uit de voeten? Het is ongelooflijk. Mm-hmm. Ik ga er echt van te kijken. En een heleboel werkt nog niet voor ons. En die schepen zijn nog steeds in de problemen. Maar je ziet de inzet en je ziet de pogingen om het proberen op te lossen. En die besluitvormingsprocessen die normaal gesproken 2-3 jaar duren, die worden nu in een paar weken worden gedaan. Kijk, weet je, we vinden onszelf prachtig. Mm-hmm. En de moeite waard, en daarom noemen we het ook. Mm-hmm. Maar we hebben een omzet in de hele sector van 65 miljoen. Mm-hmm. We zijn piepklein en we moeten zelf laten zien dat we de moeite waard zijn. Dat kunnen we niet zomaar van de overheid verwachten. Je voelt je dus wel gehoord door de overheid met jullie inzet. Ja, zeker. Nog even kort, wat zijn de dingen die jullie nu gaan doen? Ja, wij proberen nog steeds in gesprek te blijven met de overheid om te kijken of het goed gaat. Of de schepen met bestaande middelen goed geholpen worden. Ja? Of dat noodfonds erbij moet komen om ons inderdaad te voorkomen dat schepen echt failliet gaan en verdwijnen. Ja. Heel erg bedankt en heel veel succes de komende tijd. Mooi, goed zo, dank jullie wel. Heftig hè, wat hij zegt, dat die schepen dus als ze eenmaal stil liggen, dat het dan eigenlijk onbetaalbaar is om ze weer opnieuw in de vaart te krijgen. Eenmaal weg, altijd weg. Dan mogen we ook weer bij stilstaan. Ja, en dit is toch wel echt iets wat we willen behouden, omdat het toch echt beeldbepalend is voor Nederland. Het zou zonde zijn als dit verdwijnt. En het gaat toch om een relatief klein bedrag voor een relatief kleine sector. Kleine sector inderdaad, ja. Vergeleken met de grote dingen in Nederland. Ja, nou, wat wij kunnen doen is die petitie tekenen op petities.nl. En laten we maar hopen dat het goed komt. We hebben wel leuk nieuws, want de zeilschool De Kikker, daar mogen ze wel weer varen. Kijk maar even. Kikkert, hè? Met een T aan het einde. Oh, dus dat hier is. Ah, lieve kikkertvrienden. Hey, lieve mijn kikkert, brada. Wil je alvast even in de stemming komen? Blijf vooral nog even kijken. So they all can see you did it. Dreams, yeah, they made you bleed, but you never stop. Tot zover deze zeilhelden update. Volgende week weer een uitzending. Volgende week. Tot dan. Tot dan.